De museumzalen zelf maken deel uit van het basisconcept van het gebouw. Het U-vormig grondplan dat Sterling van Schinkels Altes Museum in Berlijn heeft overgenomen, krijgt hier zijn beslag. De zalen zijn lineair aan elkaar gereigd, waardoor de bezoeker gedwongen wordt zijn rondgang volgens dit strakke schema te laten verlopen. De tempelfronten van de zaaltoegangen benadrukken niet alleen de monumentaliteit van het geheel, maar herinneren de bezoeker er ook aan dat hij een soort heiligdom betreedt. De tempel van de kunst. Haydn. 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 Aan de kant van deze museumzalen palen grote, monumentale terrassen die de bezoeker op ieder moment kan betreden. De gewelfde kroonlijst is in feite niet de dakrand van het gebouw, maar is er enkel om op een niet-traditionele manier de beeldenterrassen te omkaderen, als een museumzaal in open lucht. Het
nu zijn er juist mensen naar boven. Ja. Stuttgart is een stad van natuursteen en pleisterwerk. Sterling gebruikt dan ook natuursteen aan de voorkant en pleisterwerk aan de achterkant. Het is een van de middelen om het gebouw in zijn stedelijke context te plaatsen. Dit basismateriaal gaat hij hier en daar te lijf met in hevige kleuren gelakte metaalconstructies. Ze worden gebruikt als afdaken boven de diverse ingangen. Het aantal koepels zegt of het om een hoofd- of een zijingang gaat. Toespelingen op andere Stuttgarter gebouwen, zoals dit raam, dat naar het station refereert, hebben dan weer tot doel de integratie in het stedelijk landschap te bevorderen. Als actie en reactie elkaar wetmatig bekampen, zo componeert Sterling met harmonieën en dissonanten. Het S-vormig uitwaaierende groene raam draagt beide elementen in zich. Door zijn dissonante kleur zorgt het voor een informeel element binnen de bruine steenmassa en door zijn vorm wordt de omgeving er haast kubistisch in gereflecteerd. Maar deze groene pui geeft ook de inkomhal aan, waardoor het een signaalfunctie krijgt om de bezoekers wegwijs te maken. Zo ook functioneren de blauwe en lila borstweringen langs hellingen en trappen, niet alleen als geleiders voor de voetgangers, maar ze moeten ook sommige volumes tegen de uniforme natuursteen tot hun recht laten komen. Het gebouw wordt niet door een façade van de straat afgesneden. Integendeel, via het terraspodium treedt het de voorbijgangers tegemoet. De Konrad-Adenauerstrasse domineert de auto. Het is dan ook meer een autosnelweg dan een straat. In de Neue Staatsgalerie wordt de auto onder het terraspodium weggemoffeld als een kwalijk theaterrequisiet met verstikkende gassen. Als Sterling met dit beeld voor ogen zijn luchtgaten ontwerpt, dan verraadt hij met dit manieristisch trekje alleszins zijn Britse afkomst. Het Altes Museum in Berlijn, het Pantheon in Rome, het heiligdom Hercules Victor bij Tivoli, het Palazzo Farnese te Viterbo, het huis van de Engelse architect John Soane. Al deze gebouwen heeft Sterling al dan niet met ironie geciteerd in de Neue Staatsgalerie.
Maar er is slechts één duidelijke hommage, met name aan Le Corbusier. In dit gebouw aan de hogeropgelegen Urbanstrasse is de administratie en de bibliotheek van het museum gehuisvest. De hommage verwijst naar twee woningen van Le Corbusier. Het tweefamiliehuis op de Weissenhofsiedlung in Stuttgart en de Villa Savoie in Poissy.